Gezonde gerechten voor mensen met de ziekte van Parkinson. Ja, dat kan je niet 1, 2, 3 zo zeggen. Um, je, als je over een dag totaal kijkt, dan uh, kan je zeggen of iemand een gezonde voeding ja dan nee gebruikt. Um, wat wij, we hebben met een uh, aantal mensen een uh, kookboek geschreven. Uh, met heel veel praktische tips voor mensen met Parkinson. Daarin hebben we de richtlijn, voedingsrichtlijn. Vertaald naar gewoon taalgebruik en daar leuke recepten bij gemaakt. En die recepten die zijn zo opgesteld dat de volgorde van de ingrediënten klopt met de volgorde van de bereiding. Dat is het om het makkelijk te maken: het koken. Maar per recept staat ook of het een makkelijk recept is of een moeilijk recept om te maken. Of er veel vezels in zitten of weinig. Of er veel eiwit in zit of weinig. Um, op die manier kan je dus ook je gerechten uitzoeken die bij jou passen. Er staan ook tips in hoe je dingen op smaak kan brengen en um, en er staan ook heel veel praktische tips in van hoe je in de keuken goed kan werken. Het boek is te bestellen via www.parkinsonnet.nl en dan is er een link naar bol.com en het boek heet Lekker eten met Parkinson.